kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn foto's bewerken. Ik krijg namelijk zo vaak de vraag hoe ik mijn Instagram foto's bewerk. Ik zou hier even een foto van mijn feed zetten. Ik moet zeggen, het effectje is het mooist op echt als je lekker erop uitgaat en foto's gaat maken. Dus daarom vind ik dit deel van mijn feed ook wel aardig goed gelukt. Dus ja, ben jij benieuwd hoe ik mijn foto's bewerk? Blijf dan zeker even kijken. En dan pak ik mijn mobiel erbij en dan gaan we gewoon beginnen. Ja, zoals jullie misschien wel zagen, zit ik een beetje aan deze kant van het beeld, want hier komt nu mijn scherm. En goed, hier heb ik een paar foto's van toen ik een dagje in Amsterdam ging shooten. Een paar. Shame on you, Floor. Kan echt niet veel. Maar ik dacht, we gaan gewoon beginnen met deze foto te editen. Zoals je ziet is dit de filter die ik aan jullie ga leren. En ik bewerk dus mijn foto's eigenlijk altijd via Lightroom. Ik maak eigen presets en ik ga jullie vertellen hoe je dus geen presets hoeft te kopen. Want dat is echt de grootste onzin. Maar hoe je deze filters eigenlijk allemaal zelf kan gaan maken. Ik heb deze foto ook dit effectje zelf gemaakt. En ik ga jullie nu delen wat je daarvoor moet doen. En überhaupt hoe je dus die effectjes maakt. Maar ik vind dit zelf wel een heel mooi, ja, zoals je kan zien, dat groene wordt minder groen. Het wordt allemaal iets zachter. Dus ja, laten we gewoon beginnen hoe je dat moet doen. Ik zou even de origineel erbij pakken, dat is dit. Nou ja, wat je gaat doen is, je gaat als allereerst naar licht. En daar doe ik eigenlijk helemaal niks, behalve bij hooglicht. Hooglicht doe ik naar min 67. En dat verschuif je dan zo. En eigenlijk kun je per stap wel goed zien. Maakt niet uit als het iets minder is of iets meer. Wat het doet. Bijvoorbeeld het maakt het nu al wat donkerder. Goed, dan ga ik naar schaduw. En schaduw doe ik plus 54. En eigenlijk is de truc ook bij Instagram om zo min mogelijk schaduw in je foto te krijgen. Waardoor elke foto bijna hetzelfde lijkt. Dan gaan we naar witte tinten. Dat doe ik min 31. Zo, en eigenlijk kun je nu al goed zien wat het met de foto doet. Het maakt het allemaal wat minder hard. En dat wil je ook. Nou, zwarte tinten doe ik plus 36. Ik zou zeggen, pak je notities erbij en schrijf mee. Nou, dan gaan we naar kleur. En bij kleur zit ik altijd wel een beetje aan de kleurtje en temperatuur. Omdat ik zelf bijvoorbeeld dit groene heel erg groen vind en een beetje nep. Dus dat ga ik straks ook allemaal aanpassen. Maar de temperatuur hier ga ik plus 11 doen, omdat ik het wel mooi vind als het iets warmer is. En dan ga ik naar levendigheid. Levendigheid doe ik dan weer min 33. Zodat het allemaal iets, ja, niet zo nep allemaal uitspat. Want dat vind ik zelf niet zo mooi. En verzadiging doe ik ook naar min 32. En nu denk je echt, Floor, wat doe je? Want het ziet er heel grauw uit, maar dat gaan we nu fixen. Als je hier rechtsbovenin op mix klikt, kun je elke kleurtje aanpassen. Nou, dan beginnen we bij rood. En rood doe ik de eerste min 8. Dan doe ik de tweede plus 71. Want kijk, je kan wel, nou ja, nu niet. Kijk maar naar mijn lippen. Je ziet echt veel rood of grauw. Maar goed, plus 71 dus. Oh. En die laten we op 0. Want illuminatie is eigenlijk, dat kun je nu niet zo goed zien. Alleen als je naar de lippen kijkt wel. Of naar mijn hand of knie. Ja, dan maak je het eigenlijk wat harder. Maar dat doen we niet. Dan gaan we naar oranje. En oranje laat ik de bovenste 0. En als ik hier met illuminatie ga spelen, kun je zien dat het eigenlijk het wat bruin of harder maakt. En hier echt heel bleek. Maar goed, we beginnen bovenaan. Oranje doe ik, dus de kleurtoon doe ik niks. En dan bij verzadiging doe ik eigenlijk altijd plus 83. Zo, kijk, nu zie je alweer een bruin kleurtje. Nu kun je eigenlijk al wel goed het effectje al bijna gaan. Die ontstaat nu al heel mooi. Nou, illuminatie doe ik min 11. Om toch iets bruiner te zijn. Vind ik wel leuk. Aangezien de zomer er nog niet is. Nou, geel. Hier doe je de eerste min 44. Want dat, kijk, dat gele willen we niet. We willen liever iets dat rozige dan dat gele. Dus min 44. Dan de verzadiging plus 19. En illuminatie, ja, dat kun je ook wel goed zien. Dan maakt het weer harder of zachter. Maar die laat ik op 0. En natuurlijk kun je dit aanpassen om hoe jij het mooi vindt. Goed, dan gaan we naar groen. En hier is de truc. De bovenste doe je plus 51. Zo. Ja, het kan heel erg
hoe zeg je dat? Eruit spatten, dat groen. En soms bij foto's vind ik dat niet heel mooi. Als je bijvoorbeeld een foto maakt in een weiland of zo en je bewerkt hem, dan is het allemaal zo groen. En tuurlijk kies je bewust om bij een weiland een foto te maken. Dus tuurlijk is de foto groen. Maar je kan hem dan ook wat meer aanpassen, zodat de groen kleurtoon, zeg maar, wat eruit gaat. Waardoor jij zelf wat, dan spot jij er gewoon wat meer uit, omdat jij afgeleid bent door al het groen. En dat ga ik nu doen, want de verzadiging, die gaan we helemaal naar -100 doen. En de illuminatie gaan we naar +100 doen. Kijk, dan creëer je al dat iets minder groenige. Nou, dan gaan we naar de lichtblauwe. En de lichtblauwe doe je eigenlijk alleen de luminantie. Pardon. Die doen we naar -19. Kijk, zo kun je eigenlijk die blauw tinten. Nou ja, nu heb ik niet heel veel blauw. Maar als je een lucht hebt of zo, dan kun je dat heel erg aanpassen. Nou, en donkerblauw, die doe ik alleen de kleurtoon naar -42. Die kun je ook wel aan mijn broek zien. Wordt het paars of wordt het echt groenig? Maar goed, deze doen we naar -42. Zo. En verder doen we helemaal niks hiermee. Nou, dan zijn we nu bijna klaar. We gaan nu naar effect. Hieronder. En dan gaan we de structuur +13 doen. Zodat er wat meer structuur in de foto komt. Wat meer helderheid. En de detail, dat ga ik hier doen, doe ik naar 20. Zo. En dat is eigenlijk de foto alweer. Het goed zien de before. Heb je gewoon heel harde kleurtonen. Vooral heel fel. En kijk ook naar dat raam, dat kozijn wordt ook heel hard. En door schaduw toe te voegen verdwijnen gewoon een beetje de details. En wordt het straks allemaal één geheel. Dus die sla je dan gewoon zo op. Exporteer naar Filmroll. En dan zijn we klaar. Dit is dan een effect die ik dan altijd gebruik. En wat is dan handig om te doen? Want je gaat nu natuurlijk elke keer weer al die stappen toepassen. Als je gewoon die effect op heel je foto, op elke foto wil op Instagram. Wat je doet is, je gaat naar die drie puntjes rechtsbovenin. Je kiest voorstelling maken. Geef je hem een naam, bijvoorbeeld, effect Instagram. Nou, effect. Nou, dan klik je op dat vinkje rechtsbovenin. Ga ik dat natuurlijk niet doen, want ik heb hem al opgeslagen. Dus dan staat hij er twee keer in. Maar dat doe je. Nou, en dan heb je hem opgeslagen en dan denk je, oké, en nu? Nou, ik klik even random foto aan, deze bijvoorbeeld. Dan ga je dus hier naar onder. Dan ga je naar voorinstelling. Nou, ik heb er heel veel. En mijn heet Soft Brown, die we net hebben gemaakt. En dan klik je op. Nou, en zo heb je hem dan op je foto. Dus dan hoef je niet elke keer die stappen te doen. Dus je gaat naar voorinstellingen. En dan klik je de effect aan die je wil, die je hebt gemaakt. En dan heb je hem. Dus eigenlijk is dat het. Nu ga ik nog een foto laten zien. Je kan natuurlijk ook gewoon hier instellingen kopiëren. En op deze foto, oké, het is wel heel erg. Deze bijvoorbeeld weer plakken. Zo kun je het ook doen. Maar het is gewoon makkelijk om in voorinstellingen te maken. Ik heb er veel meer. Ik heb bijvoorbeeld een white soft preset. Heb ik gemaakt. Ik heb verschillende soorten presets gemaakt. Ik heb deze. Dit was ook een heel lang mijn preset. En dan deed ik hem naar wat rozer. Of wat gele, wat warmer. En dan had ik dit als preset. Dus zo maak ik eigenlijk altijd verschillende presets. En die heb ik hier ook allemaal in staan. Dus hoe doe je dit? Hoe maak je die presets? Hoe bedenk je, oké, laat ik die kleur daarheen doen en die kleur daar? Nou, ik ga jou nu de truc geven. Ten eerste wil ik zeggen, koop het niet. Je kan het gewoon zelf maken. Echt niet kopen. Dat is zonde van je geld. En binnen 5 minuutjes heb jij het zelf gemaakt. Hoe doe je dat? Nou, je gaat naar YouTube. En je zoekt op preset Lightroom maken. En dan zie je er echt miljoenen. Je ziet hier echt heel erg veel. Deze, die derde bijvoorbeeld die ik nu bijna aanklik. Die lijkt heel erg op die ik nu net heb gemaakt. Ja, die gaan stap voor stap eigenlijk gewoon vertellen hoe je dat moet doen. Dus eigenlijk wat ik net aan jullie heb verteld hoe dit effectje eruit ziet. En welke kleurtonen en zo die moet hebben. Kun je gewoon per effectje hier op YouTube opzoeken. En zo kun je eigenlijk heel veel voorinstellingen gaan maken. En ervoor zorgen dat je heel veel voorinstellingen hebt en heel veel effectjes. Zo hoef je dat dus niet te betalen. Want ik vind dat echt een beetje onzin eigenlijk. Slaat nergens op. Zo heb ik deze dus ook gemaakt. Gewoon via een YouTube tutorial gekeken.
En zo maak ik gewoon meerdere. En als ik denk, nou ik ben weer klaar met het effectje, maak ik weer een nieuwe. Dus dat eigenlijk. Laten we nog één foto bewerken met misschien een ander filter. Zullen we dat eens doen? En dan een leuke in de zomer of zo met water. Dat is wel leuk. Kijken hoe dat eruit komt te zien. Ik heb hier een foto. Dit was ook leuk met de zee. Goed, je kan heel goed zien. Dit was before. En dit was after. Voor deze foto had ik de bovenste preset gebruikt. Die DB Blue preset. En dan wordt die best wel blauw. En wat ik dan doe, ik ga nu dus even gauw. Dus ben jij benieuwd hoe je deze preset dan ook na kunt maken? Ga ik één keer snel nog die termen allemaal opnoemen. Kijk mee. En dan gaan we er snel doorheen en dan kun je die ook maken en opslaan. Ik zou zeggen, zet hem even op pauze de video en schrijf het op. Dan hoef ik het ook niet allemaal op te noemen. Dus ja, dit heb ik hiervoor gebruikt. De kleur heb ik dit gebruikt. Maar de temperatuur deed ik dus altijd hoger. Kijk, dan wordt die wat minder blauw. Dus maak een screenshot, zet de video pauze en schrijf deze termen allemaal op. Zodat jij je na kan maken. Rood heb ik dit gebruikt. Oranje heb ik deze. Waardes. Geel heb ik dit. Groen heb ik dit. Blauw heb ik dit. Donkerblauw dit. Paars. En roze. Nou, vervolgens ging ik naar effect. Deed ik dit. En detail deed ik dit. En dan had je dus deze foto. Nou, dat is natuurlijk top. Dus ja, eigenlijk zijn dat is Lightroom de enige app die ik gebruik voor mijn foto's. Zo kun je namelijk mooi alles aanpassen. Je kan ook selectief aanklikken. Hier een rondje maken en bij wijze van spreken mijn hoofd. Als enige kleur, weet ik veel, heel grijs maken of heel oranje. Dat je denkt, nou ik wil mijn hoofd wel roze maken of zo, weet ik veel. Iets specifieks. Dan kun je dat ook nog allemaal doen. En optica kun je ook. En dan kun je lenscorrectie. Dan gaat hij soms net iets beter ja, in perspectief zetten. Dus dat is soms ook wel handig. Dus ja, eigenlijk is dat het enige wat ik allemaal gebruik via Lightroom. Ik gebruik licht, kleur, effecten en details. En af en toe optica. En verder heb ik nog deze apps om mijn foto's te bewerken. Via CO, dat gebruikte ik eigenlijk in het begin heel erg vroeger. Maar nu af en toe nog steeds als ik een heel licht iets wil bewerken. Bijvoorbeeld deze foto. Ja, dat doe ik eigenlijk altijd HB1. En nou ja, zo kun je wel goed het verschil zien. Vroeger gebruikte ik altijd HB2, maar tegenwoordig iets meer licht HB1. En soms vind ik A6 of A4 ook wel cool. En dan een beetje korrelig maken. Dat geeft dan weer een beetje zo'n vintage stijl. Maar zo kun je het natuurlijk altijd nog een beetje naar je eigen stijl ja, maken. Dus daar VSCO voor. Nou ja, PicsArt, Lightroom en Preview is ook nog wel handig om te laten zien. Daarin kun je je feed een beetje bij elkaar houden en verplaatsen als je denkt, nou die doe ik daar. Nou ja, weet je, zo, dit is eigenlijk een soort Instagram hoe het eruit komt te zien op je feed. Zoals je kan zien heb ik verschillende filters gebruikt altijd. Hier die rossige van die laatste foto die we net hebben bewerkt. Hier weer een hele andere. En toen ging ik over naar die bruine, soft brown. En hier weer iets anders. Nou, en nu weer een beetje naar soft brown. Ik ben een beetje nog aan het kijken wat ik weer leuk ga vinden. Ik moet zeggen, ik maak me niet echt meer druk om mijn feed. Ik bedoel, ja, ik heb wel wat beters te doen. Maar ik vind het ook wel weer leuk af en toe om dat weer helemaal leuk op elkaar af te stemmen. Maar soms denk ik, ja, ik heb er echt geen zin in en dan post ik gewoon wat ik wil. Dus, dat was eigenlijk hoe ik mijn foto's bewerk. Ik hoop dat jij er wat hebt uit kunnen halen. Dat jij je nu ook druk bezig gaat met het maken van je eigen effectjes. Lightroom is gratis te downloaden. Je hebt ook een betaalde versie. Hier kun je nog net wat meer mee. Maar dat is in principe niet nodig. Ik heb hier op mijn mobiel de gratis versie. Maar ik heb wel het Adobe pakket met Photoshop en dat soort dingen. Lightroom zit daar ook bij in. En dat heb ik wel op mijn computer en laptop. Maar eigenlijk is dat niet per se nodig hoor. Dus ja, dat is het eigenlijk. Nou, mocht jij je dus vervelen deze dagen, weet jij wat je kan doen? Lekker foto's maken en bewerken. Hè? Dat vind ik altijd heel erg leuk om te doen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar de video. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad. En ik zou zeggen, vergeet zeker niet een leuke comment achter te laten. Dat zou ik leuk vinden. En te abonneren op mijn kanaal. En abonneren. Dit is een like. Dat maakt ook niet uit, hè. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei!